Hey kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op het kanaal PoKevin. Jullie zien het goed, de nieuwe Pokémon Scarlet en Violet. Deze video, waarschijnlijk heb je het al gezien in de titel, gaat over het vervullen van de Pokédex. Alle 400 Pokémon. Ik moet zeggen dat dit de eerste game is waarin ik dat überhaupt probeer. Maar we gaan het natuurlijk wel gewoon heel eventjes doen in deze game. Vind je dit nou leuk? Laat het dan even weten door. Die like, abonneren, bla bla bla. We gaan dan even naar mijn Pokédex toe. Zoals jullie kunnen zien heb ik dit beeld eerder opgenomen en daarna deze commentary. Dat vind ik gewoon het beste werken. Kan op het moment dat mijn kind slaapt, dus al met al gewoon een stuk makkelijker. Jullie zien dat ik 399 Pokémon heb. Ik mis namelijk de evolutie van Clauncher en die gaan wij vandaag proberen te fixen. Ik laat jullie ook even mijn team zien. Dit is mijn team. De Shiny Charizard, de Shiny Cloyster, Breloom, een Shiny Tyranitar, een normale Wigglytuff en om mijn team af te sluiten een, jawel, Shiny Luxray. Allemaal gevangen zonder een Shiny Charm, want die krijg je dus op het moment dat je 400 Pokémon gevonden en gevangen hebt. Dus ja, daar kijk ik heel erg naar uit om die te hebben, want dan kan ik alleen maar meer Shinies vinden. Zoals jullie zien, ik heb ook 3 Shiny Golduck. Geen idee hoe ik die alle 3 ben tegengekomen. En natuurlijk een Shiny Magikarp. En let op, want specifiek met die Golduck en die Shiny Magikarp heb ik zometeen nog wat leuks, denk ik. Voor sommigen die deze games ook spelen. En uiteraard heb ik ook nog mijn Shiny Jumpluff. Die gebruik ik niet echt meer in de early game wel. En Shiny Altaria. En er komt ook nog iets met deze Slowking. Maar daarover straks meer. We gaan namelijk eerst deze Clauncher evolueren. En ik laat jullie even zien wat voor mij heel erg heeft geholpen met die 400 Pokémon krijgen. Want het is nogal, ja, sommige moet je best wel hoog levelen. En het is best wel een karwei. Maar wat heeft mij heel erg geholpen? Sowieso de Lucky Egg. Daarmee kreeg je gewoon meer experience per game, per battle die je hebt gehad. En dit stukje land hier zo, helemaal aan de rand bij die border. En waarom? Ik kwam dit stukje land pas heel laat tegen. Het zit heel erg hoog op een klif, dus je moet wel kunnen klimmen, vliegen, dat. Maar je hebt hier dus gewoon wilde Dragonite. Waarschijnlijk... Bye, have a great time. Heb je dit misschien ook wel al gevonden, maar voor mij was het vrij nieuw. Je hebt hier gewoon Dragonite van level 55. Die kun je op deze manier verslaan. Dat levelt heel erg lekker. Maar je hebt ook deze en die spant iedere dag. Nou is die ook gewoon heel makkelijk te verslaan met een Ice Beampje. Als je eenmaal een wat geleveld team hebt. Maar dat heeft mij heel erg geholpen. Samen met natuurlijk L en M Candy die je krijgt bij raids. Om die Clauncher snel te levelen. Ik had nog heel even deze Luxray nodig. Maar toen was het genoeg om hem te krijgen naar level 37. En dat was het level waarop die evolueerde van Clauncher in deze iets grotere krab. En dat brengt ons op 400. 400 gevonden en gevangen Pokémon. En onze Pokédex is complete. Dan mag je dus deze heroïsche entree maken bij je school. Want je moet naar je biologieleraar en je biologieleraar, dat is degene die jou uiteindelijk dus je shiny charm geeft die je nodig hebt voor de shiny Pokémon. Dus ja, die kreeg ik hier en dat is dan nog niet het enige. Je krijgt natuurlijk ook een soort van aandenken om te zorgen hè, dat je altijd kan laten zien van hey, ik heb het gehaald, kijk mijn stoer zijn. Dat is van deze Clavel en die geeft jou, jawel, een certificaat. En dat is iets om trots op te zijn. Daarom maakte ik ook even snel een opname ervan. Kijk, hoppa, opgeslagen. Je moet het toch een beetje kunnen delen, hè? Goed, dan over dat stukje Slowking. Want ik zag dus op TikTok een video voorbij komen over een mogelijke Easter egg in de game. En ik dacht, wow, deze is echt heel vet als dit echt zou zijn. Dat was op deze plek. Diegene liet het ook zien. Je moet vanaf hier naar hier zwemmen. Zet daar een waypoint. Zwem daar naartoe. En volgens hem zou je dan Lugia horen. De lokroep van Lugia die hij had in de film Pokémon 2000. Misschien kennen sommigen van jullie die wel, sommigen van jullie niet. Maar daar heb je dus zeg maar Lugia's song, Lugia's liedje. En op het moment dat die gespeeld werd, hoorde je ook Lugia zijn lokroep onder water en kwam Lugia tevoorschijn. Het was prachtig. Dus ik dacht, wow, zou het echt zo zijn dat je die daar hoort? Zoals in die TikTok video. Want dat zou een Easter egg kunnen zijn. Luister maar.
Precies. Dat zou dus heel erg vet zijn als het waar zou zijn. Want dat zou betekenen dat Lugia, andere legendaries, via een soort storyline erin zouden kunnen komen. Ik ging luisteren op die plek. Ik hoorde niks. Zou kunnen dat ik werd afgeleid door deze verschrikkelijke familie Buzels. Maar niets was minder waar. Ik ging erheen en dit zou je moeten horen. Had heel mooi geweest. Gebeurde niet. Dit was niet te horen. Helaas, het was gewoon doodstil. Normale muziek. Dus deze DLC is helaas fake. Helaas. Ik heb het getest voor jullie. Fake. Al had het zo mooi geweest om op die manier nieuwe DLC toe te voegen. Maar blijkbaar moeten we gewoon nog heel even wachten wat de uitbreidingen gaan worden van Pokémon Scarlet en Violet. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik heb nog een klein dingetje voor jullie. En dat is dat ik mijn dubbele shinies, en dat zijn twee Golduck's, en jawel, die gouden Magikarp, want ik heb zoals jullie zien al een rode Gyarados, weggeven. Dus als jij dat nou wil, als jij deze shinies in je game wil hebben, laat het dan even weten in de comments. En dan ga ik iemand uitkiezen. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende video.